In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Bentley 1928. In 1928 was het ook zo stil. En waren de snelwegen ook zo leeg. En als je dan wat hoorde... Als je al wat hoorde... Hoor je dit? En dan zet je hem af. Maar dit was dus het gevoel in 1928. Met zo'n Bentley. Walter Owen Bentley was de oprichter van dit prachtige merk. Hij had een hele dikke auto voor ogen, maar hij wou racen. Hij was ook zeer succesvol. Helemaal heeft hij gereden. En zijn favoriet was de 6,5 liter. Nou is dit een hele nieuwe auto. Zoals u denkt, een nieuwe auto? Ja. Dat is een Speed 8. Die worden gebouwd in Engeland. De firma Racing Green wordt geaccepteerd door Bentley. En die bouwt deze auto's helemaal nieuw. Op een oud chassis. Met een oude motor, die volledig gereviseerd. Maar de rest is alles nieuw. Alles wat je ziet is nieuw. Gewoon remmen, wielen, ophanging, alles wat je ziet is nieuw. Kijk, als je een 100 jaar oude Bentley hebt, laten we wel wezen, dan piest alle kanten olie uit. Heb je constant frequent onderhoud nodig. Maar de meeste mensen rijden er daar niet mee. En dat is het leuke van deze auto. Dit is een rijauto. Denk op 160 km per uur. Je kunt er zo mee naar Spanje, dus het heeft heel veel voordelen. De echte Bentley fanaten zeggen natuurlijk, ja meneer, maar het is, ja, het is een nagebouwde auto. Dat vind ik nou een aardige omschrijving overigens, een nagebouwde auto. Een replica, dat klinkt als soep, dat klinkt nergens op. Er ligt een 8-cilinder, 6,2 liter motor in. Moet eens even kijken. Oh, shiskes. Alleen dit is al een, ja eigenlijk zou je de motorkap eraf moeten halen. Dat je constant naar die motor kunt kijken. Bij landmacht en luchtmacht werd het niet gebruikt. En die motoren stonden overal nog, vaak stonden ze nog bij vliegvelden. Jaren later, als extra motoren, gewoon in de krat. En deze man die kocht al die motoren op. Kijk eens, vier carburateurs. Is het nou niet mooi? Die namen afgeschermd, dat er geen water bij komt. Dat is echt over nagedacht hoor. Dat is echt over nagedacht om zo'n auto heftenproef te maken. Hier kun je uren naar kijken. Het is allemaal wel nieuw, maar ook wel een beetje aangepast aan de moderne tijd. Er zitten dus betere remmen op. De wielophanging is veranderd, is iets aan verbeterd, waardoor je lekker soepel kunt sturen. Want je kunt je voorstellen, een Bentley uit 1928, daar moest je wel met twee man aan het stuur gaan hangen als je de bocht over wil komen. Ik heb gehoord dat wij door mogen rijden. Dank je vriendelijk, hè. U moet weten, ik heb die auto dus speciaal besteld, hè. Ik was met een collega uit Gramsbergen, dat is de importeur van deze auto's, aan de babbel. Ik zeg, ik zou wel graag een keer zo'n auto willen hebben. Dan moet je bestellen, zegt hij. Ik zeg, maar ik wil een zwarte. Ja, dat kan, want die heb ik toevallig in bestelling staan. Die klant heeft afgebeld. Ik zeg, nou mooi. Ik zeg, ik wil groen leer. Kon ook. En let op, dan komt die. Ik wil stoelverwarming. Hij zegt, stoelverwarming? Ja, kijk, hier heb je stoelverwarming. Ik kan hem even aanzetten. Zelfs voor Patrick, de cameraman, stoelverwarming. Direct bij een warme kont. Ja, want het is wel lekker als het nou zo weer is als dit, dat het niet fantastisch is en de zon schijnt af en toe. Is stoelverwarming wel lekker.
Ja, een bloedruige auto. Een feest. Zit erop voor vandaag.